Willy Wyler heeft er onmiddellijk voor gezorgd dat hij met respect behandeld werd. Hij was, uiteindelijk is, in de oorsprong is hij begonnen als schrijver, maar hij sprak nauwelijks Engels. Dus hij had altijd een co-schrijver die eigenlijk het werk deed en hij was degene die leidde. Maar al die films die Billy Wilder geschreven heeft in zijn beginfase waren altijd met een andere schrijver die heel goed was. In de eind 40 jaren heeft Billy Wilder een paar films gemaakt die prachtig waren. Maar deze man, Fritz Lang, is toch eigenlijk een grootmeester? Ja, hij is een grootmeester. Dat kun je niet krijgen in Metropolis. Heb je die ooit ontmoet? Ik heb hem nooit ontmoet, nee. Ik heb... Nou, als je Roman Polanski ontmoet, die heeft een... Als je zijn werk ziet, ontmoet je hem al, toch? Ja, maar je hebt een glimlach, je hebt iets. En die is alleen maar uit op voor niks dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Dat zit heel diep in hem. Hij komt uit Polen en is in de oorlog en alle verhalen die hij te horen krijgt. Hij is een Jood en heeft allemaal problemen gehad. De pianist. En daar moet de wereld nu voor die wordt nu gestraft. Ja. Wat hij allemaal heeft moeten verwerken. En, maar zo'n meisje is Natasja Kinski. Tuurlijk. Maar dat is een afspraak. Zo'n meisje krijgt rollen en zo'n meisje krijgt van hem dit en dat. En daarvoor moet ze dit en dat teruggeven aan hem. Ja, zoals Bardot. Dat was toch ook met Godard en Bardot, of niet? Of Vadim? Daar is niet echt een bezitter van. Deze man wel. Piccoli? Piccoli is een ontzettend bezitter. Vrouwen, verslinden of niet? En toen is hij aan de slag gegaan. En een maand later belde ik ook. Toen ben ik naar het vakket gegaan. Hij woonde in Fontenelle Roos. Dat is een buitenwijk. Hij is uiteindelijk ook getrouwd met een scriptgirl. Toen is hij naar Amerika gegaan. Ineke, kan dat Nico zijn? Vriendje die belt vanuit de gevangenis. Die maar even 2 minuten heeft om de telefoon te maken. Uit de gevangenis? Moet even wegwerken. Michel Bell, weet je wel? Die ex van John Bell, weet je nog eens een keer met Jimmy. Precies, dat ding eruit.